formidabele. Dit was speciaal voor jullie, de drie musketeers. Ik ben Martine de Jager en ik speel in het Spook van de Operette de rol van Connie. De vrouw van Bob, die gespeeld wordt door Lucas. En ik ben zijn Nederlandse vrouw, met een uitgesproken mening, maar toch wel ook een lief kantje. Dus kom allemaal kijken naar het Spook van de Operette. Gegarandeerd lachen. Helaas. Helaas. Eindigt voor mij hier mijn taak. En neem ik definitief afscheid van het theater en van u. Oh. Maar geen nood. Wij zien elkaar sneller terug dan u leef is. Goeienacht! Het was eigenlijk niet zo slecht als dat we verwacht hadden. Hè? Nou, heel bedankt voor het compliment. Sigurna, gaan we naar voortje mee vaststellingen maken? Oh nee, dat gaat niet. Ik ben Lucas, voor degene nog niet moest weten. En ik speel in het Spook van de Operette de rol van een van de neven. We zijn met drie neven, we hebben een theater geërfd van onze groottante. En Kaas en Van Voren, dat zijn twee neven. En we wachten op een derde neef, dat zijn de Hugo Segal. Die moet een berde komen, anders kunnen wij dat theater echt niet erven. De mensen moeten zeker vast komen kijken. Het is gewoon weer, het zeg ik altijd, zeg, verstand op nul en lachen geblazen. Dus zeg er nog bij zijn, want we gaan tot 30 oktober. Het gaat allemaal zo snel, hè. Dus vlug tickets bestellen. Niet uitstellen, nu bellen. Ik ben Hugo, maar ja, dat zal waarschijnlijk wel heel duidelijk zijn. Nicole staat er niet bij, maar ze is wel bij dicht bij mij. Ja, en ik zou zeggen, het Spook van de Operette, alsjeblieft, kom kijken. Jullie gaan absoluut fantastisch amuseren. En het knopje van de misère even afzetten en het knopje van de lach aanzetten. En jullie gaan een fantastische avond meebeleven samen met heel de cast van het Spook van de Operette. Veel plezier en ik hoop dat jullie allemaal kunnen komen. Tot ziens. Jullie onwaarschijnlijk bedanken voor jullie enthousiasme. Jullie, wat zeg je met hem? Wat? Dank je wel, dank je. Dat is ook van de operette, dat. Hey allemaal, ik ben Celine en je moet komen kijken naar het Spook van de Operette als je een fantastisch leuke en gezellige avond wil. En als je deze Kempische vastgoedmakelaarster aan het werk wil zien. Suzy! De baan is nog open, je kunt nog eentje blijven drinken, dat gaan we even doen. Hè. Misschien tot de volgende keer en anders tot straks. Dank u wel. De mensen van Theater TV, hartelijk welkom. Ik speel, ja, ik kan niet zeggen wie dat ik speel. Maar ik ben wel meestal, allee, in de meeste gevallen Bert Koosmans, dankjewel. Dames en heren, over naar Maarten Bosman. Dag iedereen. Je moet zeker nog komen zien door het Spook van de Operette, want ik speel Poolse arbeider. Exotisch, nee?